vrouwen hebben wat minder tijdritten door het seizoen heen als de mannen. Maar ja, goed, kijk, en bijna in elke etappekoers zit toch wel een tijdrit. Je hebt natuurlijk de Nederlands kampioenschappen, verderop in het jaar ook het wereldkampioenschappen. Dus ja, tijdrijden blijft ook gewoon ook een basis van de wielersport. Op tijdritgebied heb je één absolute specialist de laatste jaren in Nederland en dat is Ellen van Dijk, en ja, ook huidige wereldkampioen. Maar wij hebben in de breedte ook een hele sterke ploeg die daar niet al te ver achter zit. Natuurlijk is het zo, als je veel kwaliteit hebt in een ploeg, individuele kwaliteit, ja, dat je dat ook ziet in een ploeg. Uiteindelijk is wel een ploegprestatie of een ploegentijdrit wel weer wat anders. Maar het helpt wel als je renters hebt die veel vermogen kunnen rijden en ook de snelheid kunnen rijden. Een super tijdrit verschilt met een goede tijdrit. En dat laatste stukje, daar zit hem echt in het afzien. En het je grenzen opzoeken en door je barrières heen durven gaan in zo'n tijdrit. Nou, in de individuele tijdrit dan... Op het vlakke, dan komen we aan snelheden van 5,46 km per uur. Als je dat gemiddeld wil rijden, dan moet je er ook boven rijden. Dus in de ploegentijdrit is het continu boven de 50. Een tijdrit ligt nooit. Als je dit goed kunt, dan betekent het gewoon dat je gewoon supergoed bent. Ja, het is een mooie discipline, maar ook een ontzettend zware en moeilijke discipline. Internationaal staan we echt bij de wereldtop, denk ik. De wereldkampioen tijdrijders zijn vandaag aanwezig. En als je ziet hoe dicht het allemaal bij elkaar zit en hoeveel renners hier gewoon top presteren, dan dit was de wereldtop die hier staat. Ja, ik reken mezelf daar nu inmiddels wel weer bij natuurlijk als Nederlands kampioen tijdrijden. Veel moeilijk gehad, maar ik denk dat ik dat weer gewoon opnieuw moet gaan ontdekken. Mijzelf als tijdrijder met twee werkende benen. En ik ben heel benieuwd. Deze titel geeft mij echt ontzettend veel voldoening. Mijn geduld is beloond. Ik heb heel lang zitten wachten tot voor me een beetje voorjaar gehad waar ik niet helemaal hoopte, zoals ik had gehoopt. Dus dan is dit voor mij echt de ultieme beloning van 2 jaar lang hard werken, toch door blijven gaan. En dat dan toch in mezelf blijven geloven dat ik ook kan tijdrijden. En geweldig.